De gemeente West Maas en Waal heeft besloten om 2 pilotlocaties voor jongere ontmoetingsplekken aan te wijzen. Het gaat om een locatie in Beneden-Leeuwen en 1 in Dreumel. Deze zijn vastgesteld naar gesprekken en bijeenkomsten met zowel jongeren als omwonenden van deze locaties. De locaties in De Peel in Beneden-Leeuwen en Donjon in Dreumel zijn voor een periode van maximaal 5 jaar aangewezen tot jongere ontmoetingsplekken. Het doel van de ontmoetingsplekken voor de jeugd is zodat jongeren een plek hebben om samen te komen. Corona heeft gezorgd voor meer individualisering onder jongeren. En juist met die ontmoetingsplekken willen we toch weer zorgen dat we een gecontroleerde centrale plek hebben waar ook onze jeugdige inwoners, die ook gewoon onderdeel zijn van onze maatschappij, dat die gewoon samen kunnen komen. Sociaal werkorganisatie Socium is naar de jongeren in kwestie geweest op voortgezet onderwijsscholen. Deze jongeren zijn vervolgens ook uitgenodigd voor een aantal bijeenkomsten waar wethouder Reuvers zelf ook bij aanwezig was. En dan hebben we gewoon gevraagd, wat zouden jullie fijn vinden, hoe zouden we dat ingericht willen zien en waar kunnen we elkaar in vinden en helpen. Zodoende is dat tot stand gekomen. Het ontstaan van de jongerenontmoetingsplekken is een initiatief binnen het project Ruimte voor de Jeugd, waarin gemeente West Maas en Waal de nadruk legt op het veilig opgroeien van jongeren in een prettige omgeving binnen de gemeente. Waarin ze onderdeel uitmaken van de maatschappij, dat ze mee kunnen praten, mee kunnen beslissen, mee kunnen participeren en daarbij ook zich eigenlijk gewoon goed kunnen uiten in een veilige omgeving. Om tot de locaties De Peel en Donjon te komen, was er een speciaal onderzoeksbureau ingezet. En we hebben daarin ook jeugdigen ook mee laten kijken en mee laten participeren. En uiteindelijk hebben we nu ook een informatiebijeenkomst gehad met omwonenden. Omwonenden reageren terughoudend, maar wethouder Reuvers geeft aan dat het juist belangrijk is met elkaar bepaalde gedragsnormen en regels op te stellen. En daarin hebben we elkaar nodig. En moeten we dat samen met de omwonenden, de jeugdigen en wij als de gemeente, dat en HALT en onze BOA en onze jongerenwerkers, dat is een heel groot traject met heel veel verschillende partijen, willen we dat tezamen opstellen. Want het zijn ook tijdelijke plaatsen. We kunnen ze ook vrij snel weer weghalen. We geven het vertrouwen aan de jeugd, maar gaan ze dat schaden, dan is het ook weer afgelopen. Dus het is ook een stukje wisselwerking.